Goedenavond. Kampioenschap voor voetbalvereniging Katwijk komt toch steeds dichterbij, hè? Mede dankzij Rijnsburgse Boys trouwens, want dat won zaterdag van concurrent GVVV. En ook geen punten voor nummer 3 HHC Hardenberg, dat verloor van Capelle. Katwijk zelf won overtuigend van Kozakken Boys. Nummer 2 GVVV heeft weliswaar nog een wedstrijd te goed, maar staat inmiddels wel op 8 punten achterstand. Toch blijven ze bij Katwijk voorzichtig. Het is natuurlijk wel een issue, maar wij zijn nooit al geweest, ook met die 11 punten voorsprong, nooit dat we het al waren. Dus we zijn eigenlijk bezig met één doel en dat is het worden. Maar we zijn nooit gezegd van nu zijn we het en nu worden we het. Dus het is gewoon koppen de goede kant op en iedere week weer een finale. Dus, ja. Wordt er wel in de kleedkamer jullie wel gesproken over wat er misschien voor moois gaat komen, wellicht op 4 of op 11 mei straks? Nee, nog niet echt gesproken. Kijk, natuurlijk, het is een droom en we hadden één droom en dat is de weg naar dat kampioenschap. Kijk, en het is nu nog best wel ver weg nog steeds. Dus iedere week moeten we er gewoon weer staan. En pas tot het laatste fluitsignaal, als we dan de schaal kunnen pakken, dan is het pas echt zover. Dus nu zeggen we nog helemaal niks. Ja. Nee. De komende weken, onder andere Capelle op het programma. Je krijgt Spakenburg uit nog, je krijgt Barendrecht nog, je krijgt Scheveningen nog. Wat kan je erover zeggen over de resterende wedstrijden? Ja, weinig over zeggen. Kijk, het maakt in principe niet uit wie je krijgt. Iedere wedstrijd is toch weer lastig. Dus... wij moeten gewoon zorgen dat we allemaal scherp zijn. En als wij scherp zijn, dan gaat het lukken. En als we niet scherp zijn, dan wordt het heel lastig. Is het ook lekker voor jouzelf, Michael, om in zo'n team te mogen spelen met jongens als een Suzanne, een Van Ooyen, een Van Ewijk. Allemaal sierlijke spelers, spelers met ervaring. Het lijkt me heerlijk voetballen. Ja, het is ook heerlijk voetballen. Je weet ook achterin dat als je het niet weet, dan gooi je hem diep. En die gasten, die lopen toch wel. Dus kijk, bij een Suzanne en bij een Van Ewijk kan je die bal altijd kwijt. Die kan je toch wel inspelen met 2-3 man in de rug. Dus kijk... die gasten, die kan je wel, daar kan je goed mee voetballen. Ja. Ja. Hoe lang ga je nog meedoen, denk je, in de basis, nu Van Dam nog steeds uitgeschakeld is? Ja, dat is niet aan mij, dat is aan een trainer. Ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen en zo hoop ik een plekje te verdienen waar het ook mag zijn. Dus, ik ben van origine eigenlijk meer een linksback, dus we zullen wel zien hoe het uiteindelijk strandt. Goed weekend voor Katwijk dus en voor Valkenburger OL. Maar hoe verging het de andere clubs? De uitslagen van zaterdag op een rijtje. Rijnsburgse Boys won dus van GVVV. Het werd 3-1 op de Middelmors, maar de score had ook nog best hoger uit kunnen vallen. Quick Boys zag alle hoop op een mogelijke periodetitel in rook opgaan door een nederlaag tegen Odin 59, 4-1. Misschien nog zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen, kleine kansjes en afhankelijk van tegenstanders. Maar dat blijft het enige wat over is voor de club van Nieuw-Zuid dit seizoen. FC Rijnvogels wint van Geyenoord, blijft dus in het spoor van Deltasport, de koploper in de eerste klasse B. Weer geen punten voor Valken 68. De Valkenburgers bezetten nu de 10e plaats in de tweede klasse C en moeten in de komende weken alle zeilen bijzetten om uit de gevarenzone te blijven. De vrouwen van FC Rijnvogels verloren van SVS. Leuk nieuws dan weer van de volleyballers, waar Heren 1 van RVV het kampioenschap nauwelijks nog kan ontgaan. Het team van coach Bart van Kruistum won met 4-0 van Timios en kan zaterdag de titel al pakken in het thuisduel tegen Donar. In de Borsmazaal zaterdag vanaf 5 uur. Bij de korfballers verloor Mathieu met 12-10 van DOS Westbroek. De tafeltennissers van Rijnsoever verloren ook al. Tegen het tweede van Bijmaat werd het 8-2. En de heren degraderen op zeker naar de hoofdklasse. De vrouwen van Rijnsoever wonnen wel. Met maar liefst 9-1 nog wel bij VDO. En handhaven zich wel moeiteloos in de derde divisie. Goed nieuws ook van de zwem- en poloclub Katwijk. Zowel de dames als de heren van ZNPC wonnen. En de basketbalheren van Grasshoppers wonnen met 60-73 van Dunkers Heren 1. Hun vrouwelijke collega's van Dames 1 kwamen niet in actie. Ondanks hoge verwachtingen aan het begin van het eredivisieseizoen werd het geen succes. Geen plek bij de eerste 4 en dus geen play-offs. En daarmee werd het seizoen vorige week dus alweer afgesloten. En dames 1 van Grasshoppers sloot dat seizoen vorige week af tegen ProBuild Lions. De Katwijkse vrouwen verliezen met 74-85 in een wisselvallige wedstrijd. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. Ik denk inderdaad dat een wedstrijd was die typerend is voor de rest van het jaar. Delen goed spel, leuk samen en dan delen waarin we hele grote runs tegen krijgen en dan verlies je hem. Je wordt vijfde dit seizoen, geen play-offs. Is dat nou een teleurstelling of een grote klap voor jezelf geweest? Allebei. Kijk, op een gegeven moment ga je er enigszins rekening mee houden. We hebben 4 wedstrijden op het eind gehad die we moesten winnen. En dan verlies je de eerste 2 en dan ga je er een beetje rekening mee houden. Maar het is toch een klap. Ik had wel meer verwacht.
En ook dat geldt niet alleen voor Ingrid van der Plas. Coach Ivo Boom gaat het seizoen optimistisch en vol verwachting in. Maar na de eerste wedstrijd maakt dat plaats voor teleurstelling. Het viel onwijs tegen, ja. Ja, ik had er wel meer van verwacht. De meiden kunnen echt basketballen. Alleen ze moeten zelf ook het vertrouwen hebben dat ze het met elkaar kunnen doen, weet je wel. En dat vertrouwen heb ik vandaag niet gezien dat ze het met elkaar doen. Na 20 wedstrijden eindigt Grasshoppers het seizoen als 5e in de Eredivisie met hetzelfde puntenaantal als de nummer 6 en laatst Den Helder. Grote vraag is natuurlijk waar dat nou aan ligt. Een van de oorzaken is het vertrek van speelsters Karin Kuyt en Janine Guyt. We hadden de selectie net achter de rug en Karin was dan al wel bekend, maar Janine was echt een harde dobber. Want dat was, en dat heb je eigenlijk, want jullie zijn ook al een paar keer bezig kijken natuurlijk. Nou ja, wat wij missen en gemist hebben de afgelopen seizoen is echt de spelverdeler die de ander in positie zet. En ja, Sonja Kuyt hebben we daar op een gegeven moment naartoe gemanoeuvreerd samen met Fleur. Nou, Fleur is dan wel een echte point guard. Maar ja, nog erg jong. En Sonja is eigenlijk niet op die positie. Ja, ze kan het. Ze heeft het goed ingevuld. Perfect. Maar ze is niet voor die positie opgeleid. Het komt er wel uit. Het komt er alleen niet lang genoeg uit. Het komt er niet een hele wedstrijd uit. En nou ja, wat ik net ook al zei. Dan heb je periodes waarin het niet gaat. En dan gaat het ook helemaal niet. En die hebben we te veel gehad. Was dit een opbouwjaar, Rob? Aan onze uitspraken te horen aan het begin van het seizoen niet. Ik heb er wel altijd wel een beetje zo ingestaan. Omdat de manier van spelen die we dit jaar doen, dat is toch wat technischer. Wat minder vrijheden. En ik merk toch aan de dames dat ze daar nog aan moeten wennen. Het afgelopen jaar is dat niet zo geweest onder de andere coach. Hè. Er zat veel meer vrijheid in. Er zat veel meer eigen initiatief in. En nu hebben we eigenlijk getracht om het wat technischer te maken. En tevens ook dat ze het met elkaar zouden moeten gaan doen. Kampioen dit seizoen is ProBuild Lions. Mede dankzij de Amerikaanse speelsters Molly McDowell en Katie Boosie. Ze hebben wat meer individuele kwaliteit. Als je naar ProBuild kijkt en je kijkt naar die twee Amerikaanse dames. Ja, die maken toch heel veel het verschil. En wij hebben natuurlijk wat pech gehad met blessures. En spelers die aan het begin van het seizoen al weggingen. Marloes, die hebben we natuurlijk gehaald. En ja, toch heel veel. Die hebben we van wedstrijd naar wedstrijd moeten brengen eigenlijk. In die team zitten meer spelers die op bepaalde beslissende momenten de knop omzetten en de winst gewoon naar binnen hengelen. En dat moeten wij nog leren. Kortom, seizoen met een nare bijsmaak? Voor mij niet. Nee, voor mij niet. Nee. Je moet twee dingen overwinnen. Grasshoppers naar de top brengen. Ja, dat is ook een cultuur die je neer moet zetten. En dat begint ook met de jeugdopleiding en dergelijke. Waar we nu ook onze ogen op gericht hebben. En ja, ik denk dat er nog heel veel in het vat zit. Want ja, het blijft een Katwijkse formatie met aanvulling van buitenaf. Om wat sterker te worden. Maar ja, dan heb je ook wat meer geduld nodig. Einde seizoen dus. En na de evaluatie gaat straks het vizier weer gericht worden op het volgend seizoen. We zitten nu in de afronding van het seizoen eigenlijk. Hè. We zijn allemaal met gesprekken bezig met de speelsters. Ook voor Ivo en mij. Wij zijn ook aan het evalueren, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat er... laat ik het zo zeggen, van buitenaf is het moeilijk. De vijver waaruit wij moeten kiezen qua speelsters is niet zo gek groot. Mm-hmm. Dus je moet ook creatief zijn. Alles moet binnen de vereniging rondom het team gewoon goed kloppen. En dat zijn onze eerste speerpunten die we nu neer willen zetten. Nog even terug naar het voetbal. Spakenburg verloor afgelopen zaterdag maar weer eens. Ditmaal was Excelsior 31 te sterk. De Spakenburgers staan nu 14e met evenveel punten als de nummer 15 Genemuiden. Katwijker Jaap van Duin, die dit seizoen overkwam van ADO Den Haag, beseft maar al te goed dat het gevaar op rechtstreekse degradatie nog altijd aanwezig is. We staan natuurlijk nog helemaal niet veilig. En wat je zegt, Katwijk kan straks gewoon net als vorig seizoen gewoon bij ons kampioen worden. En dat moeten we zien te voorkomen natuurlijk. Niet voor Katwijk, maar gewoon voor onszelf. Want ze moeten zelf natuurlijk in de topklasse blijven. En hoe is het maar met één punt bij de veilige streep vandaan? We moeten het gewoon... Moeten er gewoon in blijven. Ja, het zal een spannende periode voor ons worden, ja. Maar ja, ik denk dat wel. We moeten, we kunnen geen andere kant op. Ja. Kan je als speler van Spakenburg een beetje van je afzetten wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij de vereniging? Ik kan het heel goed, ja. Ik heb er in principe heb ik geen last van. Ik weet dat ik iedere wedstrijd gewoon weer alles moet geven om zoveel mogelijk punten te pakken. En
Dus ik heb er zelf geen last van. Dus ja, er zijn ongetwijfeld spelers die er wel last van hebben, maar bij mij komt het er niet echt voor. Nee. Je hebt vorig seizoen bewust gekozen voor de blauwe kant van de Westmaat. Terugkijkend, de film terugdraaiend, is het allemaal waard geweest, Jaap? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk als je nu kijkt, weet ik niet of ik ja kan zeggen. Maar van tevoren, natuurlijk is het de moeite waard als je weet dat Spakenburg kampioen wordt en dat je daar naartoe kan. Dat je natuurlijk, dan ben je gemotiveerd en het is als ik een grote club, dan van wel. Maar als ik nu terugkijk, ja, en ik merk aan de dingen die rondom gebeuren, ja, dan denk ik niet. Misschien hard gezegd, maar het is wel een feit. Je ziet natuurlijk wel, tenminste onder Peter Wessing, dat we al natuurlijk een mindere periode hadden. Ja, en die periode die stopte maar niet. En daarom werd hij er ook denk ik op non-actief gezet. En komt de nieuwe trainer. Ja, dan heb je op zich wel goed volgens mij. Volgens mij wonnen we de eerste 2 wedstrijden en speelden we 1 gelijk. En daarna begon het eigenlijk weer dat we het telkens weer verloren. En dat het weer ook weer veel tegen zat. En het is gewoon, ja, op zich, je voelt het na week dat het gewoon steeds lastiger wordt. En toch maak je ook wel grapjes, maar ja, dat je zeg maar, oh, we gaan degradatie spelen. Ja, en dan gebeurt het nog ook. Ja. Verliezen betekent ook vaak bij een vereniging een leegloop van spelers. Nou ja, Hessing, Zwarthoed, Woudenberg, Van den Berg, Ignacio. Maar ja, Van Duin blijft blijkbaar gewoon op een Spakenburg. Dat is ook een moeilijke vraag, ja. Het kan allebei de kanten kan het opvallen. Ik heb het niet zo naar mijn zin zoals ik gedacht had. Maar ik denk dat meerdere spelers dat hebben. Maar natuurlijk is er een kans dat ik ook blijf. Maar ook zeker een kans dat ik wegga. Ja. Maar dat komt ook natuurlijk omdat de afstand vanaf hier daar 4 keer in de week wel groot is. Maar de club, ze hebben wel laten mee dat ze me graag wilden houden. Dus dat is wel positief ook. En ik weet ook van dat volgend seizoen wel een heel nieuw team komt. Dat het ook helemaal weer anders kan lopen. Dus ik kan nog niks zeggen. Eerst maar eens afwachten wat Jaap met Spakenburg komend weekend gaat doen tegen HHC in Hardenberg. En dus volgende week, 20 april, thuis tegen Katwijk voor hun thuis op de Westmaat. Ondertussen wordt de leegloop in Spakenburg steeds groter. Aan het lijstje met vertrekkende spelers kan nu ook de naam van Riley Ignacio worden toegevoegd. Ignacio gaat komend seizoen aan de slag bij Rijnsburgse Boys. De 25-jarige aanvaller volgt daarmee het spoor van Jeroen Hessing. Die verruilt eveneens de blauwe voor het geel en zwart van Rijnsburg. Ignacio is aan zijn 2e seizoen bij Spakenburg bezig. De spits brak ooit door bij Westlandia. En hij bezorgde de ploeg uit Naaldwijk toen het kampioenschap in de toenmalige zondag hoofdklasse A. En verdiende een transfer naar ADO Den Haag. In het betaalde voetbal wilde het niet echt lukken. Ook niet toen hij werd verhuurd naar FC Dordrecht. In 2011 kwam hij naar Spakenburg en daar werd hij afgelopen seizoen kampioen in de topklasse. Overigens zijn er geluiden dat het nog niet helemaal rond is met Ignacio en Rijnsburgse Boys. Dat heeft te maken met een doorlopend contract bij Spakenburg. Maar gelooft u mij maar even, hij komt. Dan het programma voor komend voetbalweekend. In de topklasse ontvangt Katwijk Capelle. Rijnsburgse Boys neemt het op tegen Noordwijk, in Noordwijk ook. Quick Boys thuis tegen Ajax, de zaterdagamateurs van Ajax dan natuurlijk. En de FC Rijnvogels gaat op bezoek bij de Groene Hartcombinatie in Leiden. Valk 68 speelt een belangrijke wedstrijd tegen TAVV dat maar 1 puntje minder heeft dan Valken. Valken TAVV dus op het Duifrak. En de vrouwen van FC Rijnvogels spelen tegen CSW. In die wedstrijd van de vrouwen van Rijnvogels zit René de Vries nog in de trainersdugout. Maar hij wordt volgend seizoen opgevolgd door John van der Meer. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen heeft van der Meer er al de nodige seizoenen op zitten. Na Buitenveldert, Ouderkerk, Pancratius en recentelijk SVOB zal Van der Meer na de zomer dus actief zijn voor FC Rijnvogels. Tot slot nog een mooi wielerbericht, want de start van Olympia's Tour, belangrijkste amateur wielerronde in Nederland, de start van Olympia's Tour vindt dit jaar in Katwijk plaats. Voor de proloog van de wielerronde had de organisatie Noordwijk op het oog, maar die gemeente zag daarvan af vanwege de kosten. Nu is Katwijk dus het decor van de start op maandag 13 mei. Het wordt een rondje boulevard met de start bij de uitwatering en de finish midden op de boulevard. Mooie stunt dus van de gemeente Katwijk, samen overigens met de wielertak van IJsclub Voorwaarts. En daarmee komen wij aan het einde van deze editie van RTV Sport. Blijf kijken op onze website sport.rtvkatwijk.nl. Volg ons op Twitter via hashtag Katwijk Sport.
En dan zijn we er aanstaande vrijdag in onze radio-uitzending met een interview met de aanstaande trainer van de vrouwen van FC Rijnvogels, John van der Meer dus. En volgende week maandag weer een nieuwe uitzending op tv. Met als gast korfballer Wouter de Koning, Rijnsburger in dienst van het Sassemse Top Wereldtickets. Graag tot dan en voor nu, mooie avond.